Wil je met de MWT 6000 een actief onderdeel zoals deze versterker testen, kan dat natuurlijk ook. Moet wel weer opnieuw gekalibreerd worden, omdat ik in dit geval twee extra verzwakkers heb toegevoegd. De verzwakker die komt dus aan de ingang en de uitgang van de versterker en moet dus gekalibreerd worden hier weer met de 40 dB verzwakker. Die extra verzwakkers die heb ik toegevoegd om te zorgen dat hier echt 50 ohm aan beide kanten gezien wordt. Dat is trouwens ook een goed idee om bij filters toe te passen. Dit is de opstelling om een kleine versterker te meten. In dit geval de SPF5189Z. Zo gekocht bij Ali. In dit geval geleend. Voltage regulator erop voor de 5 volt waar het mee werkt. Snoertjes naar de voeding. En hiervoor en hierna zijn een 10 dB verzwakker geplaatst. Dat zorgt ervoor dat in ieder geval afgesloten is met 50 ohm. En het zorgt er ook voor dat de totale versterking niet de MWT 6000 stuk gaat maken. Want de ingang en de uitgang met elkaar verbinden gaat prima, maar ga je daar versterker tussen zetten, zou het wel eens veel te veel signaal kunnen worden. Gaan we deze opstelling wobbelen tussen de 25 en de 6000 MHz, dan ziet het er zo uit. Ik heb de schaal even gezet hier van plus 30 tot min 10. En we zien dan dat hij dus bij de laagste frequentie wel 25 dB of zo doet. Wat we hier natuurlijk kunnen zien. Je kan overigens ook meerdere van deze wiebertjes erbij zetten. Dan moet je ze gewoon steeds opslaan en dan krijg je de volgende. Maar zo kan je eigenlijk een prima beeld krijgen. Nou, bij 1 GHz dan doet die 17 dB. Ik heb even naar de specificatie gekeken in de datasheet. En dan komt dit eigenlijk heel mooi overeen. Daar is die eigenlijk alleen gespecificeerd tussen in dit gebied. En dat komt eigenlijk heel goed overeen. Ja, de rest is natuurlijk wat minder bruikbaar wat dat betreft. Ik heb nog wel gekeken naar de output van de MWT. Dat is op de... Je kan hem ook gebruiken als VFO. Dus je kan hier gewoon frequentie intypen. En dan komt dat signaal er gewoon uit. Hier kan je hier ingeven en dan kan je hem hier selecteren. Maar het blijkt dan dat hij bijvoorbeeld op 100 MHz, er komt ongeveer 1 milliwatt uit. En dat loopt dan verder af. Bij 1000 MHz zit het op 0,9 milliwatt. Maar bij 3000 MHz zit er nog maar op een halve milliwatt. En op 6000 MHz op 0,04 milliwatt. Maar op die manier is hij wel, wist hij als signaalgenerator te gebruiken. Je kan hem ook als wattmeter gebruiken, maar ja, dat is niet erg gecalibreerd en ook niet erg handig. Wat ik hiermee aan moet, weet ik ook niet. Dus eigenlijk gebruik je toch het meest de grafiekmanager of het wobbelen. En hier kan je dus de grafiek nog opslaan. Weer oproepen later. Je kan het kalibreren. Dat hoeft dus niet iedere keer. Want je kan dus gewoon hier invullen dat hij hem deze kiest de volgende keer. En ja, zo kan je er leuk mee kijken wat je er allemaal voor schakelingetjes maakt. En of ze werken. Zowel passief als actief. Als je abonneert op dit kanaal, dan blijf je gewoon op de hoogte van de volgende filmpjes.